Maar ik wil naar een ander groot evenement, het EK Atletiek in Rome. Dat is nu een paar dagen bezig. En opvallend, we hebben medailles gehaald bij het kogelstoten en discuswerpen. Dat is bijzonder, toch? Ja, wij Nederlanders blijken dus vrij goed in dingen wegsmijten. Dat is denk ik toch, is toch de invloed van Marie Kondo. Ja. Dus, Nederlanders die kijken tegenwoordig naar een discus en die denken... Does it spark joy? Nou, nee, dus weg ermee. Nee. Dat is, ja. Nou, Jessica Schilder en Jorinde van Klinken haalden goud en zilver bij het kogelstoten. Laten we even kijken. Jessica Schilder. Poging 1, Schilder. Boom! En dan van Klinken. Ze heeft altijd iets van een stunt in zich en dit is een klapper van een joekel. Ja, wow. Klapper van een joekel, Diederik. Ja, mooi, maar ik vind dit geen klapper van een joekel. Nee. Ik vind dit een knaller van een knoepert, maar goed, ja. Dat is de eeuwige discussie. Ja, want Jonathan, jij vond het meer een knot van een pegel. Nou ja, eigenlijk meer een knoert van een flapper. Maar dat mag je niet meer zeggen natuurlijk tegenwoordig. Kijk, te maken met de knoertpolitie. Dus, ja. Nee, maar goed, Nederland dus goud en zilver. En daar waren ze zelf ook blij mee. We zijn nog steeds in ongeloof. Ook omdat het zo'n gekke wedstrijd was. Maar echt, op podium Nederlands volkslied. Let's go! Nou, daar heeft echt nog nooit iemand zoveel zin gehad in het Wilhelmus. Nee, klopt. En daarom was dit even later ook een beetje jammer. Signore, signori, l'inno nazionale dell'Olanda. Ja, dit was volgens mij niet het Wilhelmus. Nee, maar welk volkslied was dit dan wel? Ja, even shazammen. Misschien doe het nog eens. Ja, het is volkslied van Kosovo. Ah, ja. Maar ik vind wel, daar kunnen ze ook alsnog gewoon meezingen natuurlijk. Ja. Ik bedoel, want je hoort meteen, dit is het volkslied van Kosovo. Heb dan de beleefdheid om gewoon even mee te zingen. Dat is ook een teken van respect. Ja, ja, het volkslied van Kosovo heeft geen tekst. Hm. Ja, dan komen ze goed weg. Ja. We hadden nog een goede discuswerper. Shaquille Emanuelson, die haalde met deze worp op zijn eerste EK meteen de finale. Ja, dat is prachtig natuurlijk. En daarna kon de NOS hem een belangrijke vraag stellen. Je hebt maar 3 worpen, dus dat is niet zoveel. Maar ja, nu is het on to the final. Dus, Ja, in de derde poging pak je je kans. Ja, we kennen je eigenlijk helemaal niet zo goed, hè? Wie ben je eigenlijk? Ja. Oké. Dat is, altijd een goede vraag voor midden in een interview. Wie ben jij eigenlijk? Ja. Nou, die moeten geen zomergasten gaan doen. Gaan we naar je laatste fragment. Maar ik heb eerst nog wel even een vraag. Wie de fuck ben jij eigenlijk? Ja. Nou, andere bijzonderheid aan dit toernooi. De organisatie in Rome maakte best wel een zootje van. Vooral technisch ging er veel mis. Bij de 100 meter voor mannen was er bijvoorbeeld een valse start. Maar dat was niet voor iedereen duidelijk. Goeie start was er. Ja, weer hetzelfde. Weer hetzelfde. En dit is nu, ja, kijk, dit is natuurlijk... Verschrikkelijk om te zien. Tja. Dit was geen valse start, dit was een hele valse race. Ja. Ja. Ja, en de winnaar van die valse race was Matteo Melluzzo. En die liep hier, dus echt waar, een persoonlijk record. Oh. 10-12, maar die telde dus niet. En toen kwam er een herkansing, die moest ook opnieuw. En bij die tweede herkansing viel hij halverwege uit met kramp. Ja. Ja. Snap ik op zich wel. Ik bedoel, welke gek gaat er nou 3 keer 100 meter sprinten in 10 minuten? Ben je ook... Is inderdaad. Nou, nog meer Nederlands succes trouwens vandaag. Menno Floon heeft de finale bereikt bij het polstok hoogspringen. Ja, hier zie je hem. En hij kwam bij deze sprong tot een hoogte van 5,60 meter. Dus dat is knap. Ja. Wat deed hij nou met zijn vingers trouwens? Ja, aan het begin. Ik zat ook al te kijken. Ja, dit ziet er gek uit. We hebben die vingersetting laten analyseren. En hoogstwaarschijnlijk was het zoiets. U hoorde Menno Floon op de polstok en op de toetsen Femke Bol. Kun je maar geen genoeg krijgen van Carrie, Samantha, Charlotte en Miranda? Koop dan de DVD-box van Sex and the City. Maar vond je dit een leuk filmpje? Abonneer je dan op ons kanaal. Zit jij nou meteen te abonneren, Tex? Nee, ik ben een DVD-box aan het kopen van Sex and the City. Oh, heel goed. Ja. Ja, top.